Even kijken. Zo. Dan moet het maar zo. Ik was net... Oh, even mijn haar nog een beetje wat zien. Hey, lieve allemaal. Welkom bij het videoverslag van de lenshealing. Ik moet nu met een andere camera even doen. En ik merk dat hij nog niet helemaal lekker staat. Dus ik bewerk het bij. Dank je wel. Nou, mag nog wel dichterbij eigenlijk zo. Dan zie je tenminste mij in plaats van de rest van mijn lijf. Hey, ik was net aan het opnemen met het verslag met mijn andere camera. Maar de batterij was blijkbaar op. Dus ik zat te kletsen en het was alweer voorbij. Dus ik heb nu maar een Zoom call gestart. Met alleen maar mezelf als deelnemer. En ik doe op deze manier zorg ik ervoor dat jullie alsnog een verslag hebben. Want vandaag is het gewoon anders gelopen. Er kwamen vanmiddag... Zou er iemand om 4 uur al langskomen? Die kwam uiteindelijk pas ergens tegen 5:30 aanzetten. Dus ik kon na de healing niet direct het verslag opnemen. Want ik dacht dat ik anders bezig zou zijn. Dus vandaar nu pas na het avondeten, nog even bijtrekken. Ben ik het late avondeten ook nog eens. Ben ik dus dit verslag aan het opnemen. Allereerst, het gaat dus om de lentehealing, de vlucht van de konden van woensdag 23 maart 2022. En ja, de cirkel ligt hier gewoon weer aan mijn voeten, net zoals altijd. En wat heb ik dit keer mogen doen? Nou, dat vertel ik je natuurlijk dolgraag. Ik heb eerst een cirkel opgebouwd en er zitten grote lemurische clusters in. Er zitten rookpartjes, cold healer in. De buitenkant wordt gevormd door mijn Atlantean Healing Set met Vera Cruz amethystkristallen. Dat zijn in totaal 13. Er liggen kaarten in, zoals ik al misschien had gezegd. Er liggen kunstbloemen in, of voor het opbloeien. We mogen zijn wie we zijn. En aan de bovenkant zit een deel van een vleugel van een zwaan. Voor ook de elegantie en de gratie die we mogen opzoeken. Dus het is natuurlijk een bijzondere cirkel weer, een krachtige cirkel. En dat hadden we natuurlijk ook nodig voor deze opschoningsreis van onze levenscontracten, van onze diepliggende blokkades die echt ver terug in de tijd een oorsprong hebben en die ook vooral heftige blokkades zijn geweest. Dus ik heb de cirkel geopend, ik heb de hulpmiddelen aangeroepen en daarna ging ik spelen op de shamaanse healing drum. En het was echt al heel gauw dat ik... De drum klonk nog helemaal niet. Het was nog helemaal strak en gespannen. Van, moet het nou wel? Daar heb ik nog helemaal geen zin in. Weerstand. Dus ik moest echt gaan drummen en gaan zingen erbij om het verhaal te gaan vertellen. En in eerste instantie met de drum is het verhaal verteld van... eigenlijk dat je al vertellende ging zeggen... wat voor soort punten je nu in je levenscontract had opgenomen, die jij zo super belangrijk vond om aan te werken. Dus al in meerdere toonhoogtes heb ik al met klanken is dat verhaal verteld. En we zijn natuurlijk in verschillende levens een man geweest, we zijn een vrouw geweest en we zijn gewoon ook altijd begonnen als kind. Dus met die verschillende toonhoogtes is het verhaal verteld. En... maar echt vanuit het zielsniveau. Dus gepassioneerd. Dit had ik voor ogen. Deze groei heb ik doorgemaakt als ziel. Dit wou ik gaan bereiken als ziel. Want het begint natuurlijk op niveau van de ziel. Hoog boven ons. En daarna zijn we... dus dat is al vertellend gezegd en gedaan. En het belang wat je wilde bereiken. Dus eigenlijk niet alleen maar van... ja, ik heb met die en die wat meegemaakt. En dat wilde ik nu rechtzetten. Nee, maar meer, dus niet zozeer met wie je allemaal wat had te doen, maar het waarom je dat hebt gedaan. Waarom je bepaalde dingen hebt opgenomen in je levenscontract. Dat ging nu, werd nu verteld. En dan verteld voor die punten waar we vandaag aan konden werken. Daarna heb ik gespeeld op de Miltoon. En die ging over de chakras. En daarin ging het om de delen. Sorry, gaat even dus. Over, oké, tot zover zijn we nu gekomen. Hebben we ieder waar voor ons staat. Maar als we nu kijken naar de toekomst. Met alles wie je nu geworden bent. Wat zou je jezelf dan nog meer gunnen? Zijn er dingen die je misschien kunt schrappen?
uit je levenscontract, omdat het eigenlijk alleen maar een variant van een variant van een variant was. En eigenlijk niks echt toevoegt meer dan behalve dat je dan kan tegen die ene zeggen, jij hebt me pijn gedaan of ik heb jou gekwetst en excuses. Dat kan ook op andere manieren. Daarvoor hoef je elkaar niet per se tegen te komen. Dan hoef je niet per se met elkaar in conflict te komen. Dat kun je ook anders oplossen. En dat zijn we gaan doen in deze serie. Dus er is gekeken, oké, wat zou je naar de toekomst wensen voor jezelf? En dan vooral ook vanuit oogpunt. We zitten in een nieuwe tijd waarin we meer mogen genieten. Waarin dingen meer makkelijk mogen gaan. Waar we meer mogen stappen in de overvloed. Dus van het lijden weggaan naar genieten. Dus wat kan daarin bijdragen daarin? En hoe kun je daar nog misschien nog verder upgraden? Want toen je geboren werd, net toen je koos om opnieuw te reïncarneren, wist je nog niet allemaal wat alles mogelijk zou zijn. Je wist dat er een groei zou ontstaan en dat die groei in dit leven extreem zou zijn. En dat je in dit leven hetzelfde kon doen als waar je andere levens misschien wel 10, 20, 30, 40 levens over hebt gedaan. Zo gigantisch is de tijd waarin we leven. En dus mocht je opnieuw vast neerzetten, je intenties neerzetten voor de toekomst. Daarna zijn we dus bezig gegaan met die vlucht van de condor. En dan heb ik iedereen van ons uitgenodigd om als condor omhoog te gaan vlammen met een grote sterke vleugels van hem. Want ze hebben echt hele lange vleugels. Heel groot, omhoog, fladderen omhoog. En eenmaal hoog in de lucht mochten gaan kijken over onze tijdlijn naar andere levens. En is ieder van ons de opdracht gekregen, kijk naar die levens waar blokkades zitten, waar je vandaag de dag aan toe bent. En markeren die levens, maar net alsof het een soort van lichtbakens mochten zijn. En je mocht die bakens van licht vanaf dat punt in je tijdlijn echt zelf kiezen welke kleuren. Dus het kon geel zijn, blauw, groen, paars, goudkleurig, wit. Maar sommige dingen waren ook zo donker en duister, dat ze ook zelfs zwarte stralen kan doen. Nou, dan denk je, hoe kan het nou? Want zwart is geen licht en is eigenlijk een gas. Maar dat iets zo, toch kon daar een zuil ontstaan. Omhoog tegen een markering van een lichtstraal die gewoon super, super donker was. Soms moet je er niet over nadenken. Het gaat om metaforisch op je tijdlijn. Dat ten dienste staat van wat jou zo kan werken. Nou, vanaf dat we al die punten hebben gemarkeerd, konden we dat zo eens bekijken en al die kleuren waarnemen. En toen is de opdracht aan je gegeven voor de eerste ronde om aan de slag te gaan. Door een leven te kiezen wat je voor dat moment het meest naartoe trok. Dus we zijn op dat leven toegestapt, zijn gaan inzoomen, lager gaan vliegen, boven de situatie die de bron is van een van de huidige blokkades die je hebt. En in die bron was jij in een ander leven, dus dat kan je zijn als man, vrouw of kind. En dan de omheen betrokkenen die bij die situatie hoorden. En we zijn begonnen met eerst de betrokkenen te omringen met de violette vlam. Dus alles wat eraan in negatieve emoties in die situatie zat, is gewoon echt, ik weet niet, ik ken ergens van dat je een soort van vlammetje hebt of papiertje hebt. En dan gaat het zo roes naar boven, brandt het op weg. Ik weet niet of ik dat in series heb gezien of waar dan ook. Maar zoiets voelde dat, alsof het echt heel snel, roes, zo, hup, en het was verbrand door het violette licht. En het was geneutraliseerd. Nogmaals, dat kun je met je hoofd niet meer redeneren, maar accepteer het. Zo gebeurde het. En daarna, doordat die zware emoties waren verbrand door het violet licht, kregen we de opdracht om te kijken weer naar de situatie. En dan is ons oor te luisteren. Wat horen we nu in die situatie te zeggen? Wat nemen we waar? En ook wat voelen we? Dus vanuit die drie inputs zijn we opnieuw naar de situatie gaan kijken. En kon je echt luisteren. Als jij in je pijn zit, als je in je verhaal zit, dan filter jij de informatie die binnenkomt door alle dingen waardoor het eigenlijk niet feitelijk binnenkomt. Je gaat allemaal labeltjes op plakken. Dus nu kwam gewoon puur die feiten kon je waarnemen. Dit wordt gezegd, dat wordt gezegd, zus wordt gezegd, zo wordt gezegd.
Oké, dus eigenlijk was het conflict draaide om dit. Oh, maar wacht even. Eigenlijk wou diegene alleen maar aangeven dat hij gekwetst was. Of was ik gekwetst? Of weet je wel, dat je in één keer kon waarnemen. Oh, maar eigenlijk zat dit op de achtergrond erin te spelen. Maar doordat iedere partij zo in de emoties zat, ja, ging er van alles en nog wat doorheen, waardoor eigenlijk de kern niet werd gepakt. Nu kon je eigenlijk de kern zien. En doordat je de kern kon zien, kon je jezelf en de ander vergeven. En daarvoor is ook het goudkleurig licht benut om dat je daarbij te helpen. Dus kon je die vergiffenis schenken, voelde je de liefde toevoegen, voelde je de liefde naar jezelf toenemen. Maar kon je dus ook jezelf vergeven dat je die ervaring nodig hebt gehad om te groeien als mens en ziel. En je kon nu ook bij die betrokkenen weglopen met voor jezelf een goed gevoel in je hart van oké, dit is ergens goed voor geweest. Ook deze stap, dit helingsproces is erg goed voor geweest. En je stapte weer uit de situatie, veranderde weer in de condor en ging weer omhoog in de lucht. Eenmaal in de lucht kon je weer je tijdlijn afkijken en zag je dat de zuilen met licht die je had gedaan, dat niet alleen de zuil met licht waar je mee bezig bent geweest, is veranderd. En misschien die was helemaal verdwenen. Maar dat ook andere zuilen van licht, of niet alle andere zuilen, maar meerdere andere zuilen van licht, minder groot waren als hij. Als hij bijvoorbeeld eerst in de eerste ronde zeg maar heel groot, zo'n hele grote cirkel is, dan waren de cirkels misschien nu wel zo of zo of zo, weet je wel, veel kleiner geworden. Dus als hij eerst helemaal groot, dan waren ze nu kleiner geworden of misschien wel super klein. Maar in ieder geval, ik kon zien dat door te werken aan die ene bron, dat daardoor als een domino-effect in de tijdlijn meerdere dingen waren opgelost of al minder erg waren geworden, minder intens waren geworden. En die ervaring, dat gevoel, hadden we nodig om de volgende blokkade aan te pakken. Want de volgende blokkade was, zijn we hebben gekozen voor, oké, nu we een goede ervaring hebben gehad, en dat je weet dat je veilig bent, dat je er doorheen wordt geloodst door het proces, zijn we de meest heftige blokkade op de tijdlijn gaan aanpakken. En voor sommigen was het dus die kolom die helemaal donker was. En anderen hadden niet een hele donkere kolom, maar hadden andere kolommen die voor hun heftig waren. Maar je kunt snappen, dat als echt iets super intens, zo echt heel erg heftig is, dan heb je nog extra bescherming nodig. Dus dat werd ook geboden. Dus we zijn dus met een extra stap van bescherming in die situatie afgedaald als condor. En weer dat observeren, diezelfde stappen als eigenlijk in de vorige. Maar nu zaten er extra tussenstappen bij, waardoor je bijvoorbeeld een beschermingslaag kreeg van de astrale lichtwezens met het licht van aartsengel Michael. Maar die werd ook omringd met hun roze wandlicht, het licht van onvoorwaardelijke liefde, die kracht gaf om bepaalde stappen te zetten. En in deze fase was, omdat het probleem zo intens was, het echt gehamerd op je bent veilig, je kunt vertrouwen en rustig gedoseerd aan de slag. En in deze fase was vergiffenis niet zo makkelijk, weet je wel, jezelf vergeven. Want sommige dingen dat je kunt denken zijn zo heftig en intens dat je het ook, als je puur alleen maar naar jezelf kijkt in de emotie en het verhaal wat je van je daar zelf omheen hebt gemaakt, om het voor jouzelf draagbaar te maken. Of om überhaupt op dat moment te leven zoals je leefde, om te kunnen blijven staan, te kunnen overleven, dan kun je nooit die kanteling maken naar vergiffenis. Dan is het zo heftig en zo intens. Voor de meeste mensen was dat donkere punt ook, zeg maar, dat jij zeg maar meer in de rol zit van dader en de ander juist de slachtoffer is. Want dat kan ook blokkeren. We hebben karma, dus dat gaat ieder leven. In meerdere levens wisselt zich dat om. Je bent nooit alleen maar de heilige geweest. Je hebt ook de andere kanten onderzocht in je levens. Om te kunnen groeien. En dat moesten we dus er ook bij pakken in dit stuk. We moesten er ook bij pakken om je door dat proces heen te helpen. Dat je niet alleen maar gaat dat het proces nodig was voor dat leven. Maar dat het ook nodig was voor jouw ontwikkeling als ziel. En doordat het veel verder terug zat in de tijd, zijn het ook nog tijden waarin je nog niet zo ver ontwikkeld was als ziel? Hè? Je had nog een hele groei te gaan. Dus het was ook nog moeizamer. En de ervaringen waren misschien ook langdradig en heftig. En
intens, zonder dat het je een grote groei maakt in zo'n leven. Of misschien maar relatief gezien is dat leven misschien wel vergelijkbaar met een veel kleiner stukje in dit leven. Ik heb daar ook van de week een andere video over gemaakt. Als je daar meer over weet, kijk daarnaar. Maar dus je moest echt zien van jou als onderdeel van een ziel die een groei wil doormaken in de tijd. Hey, dus dat je moest ook nog wel in het tijdsaspect zitten. En het hoort niet alleen bij jou als groei van als ziel, maar ook als groei van de regio waar je in op dat moment leeft, of de gemeenschap waarin je in dat moment leeft, of weet je, als ontwikkeling en groei van de aarde. Dus je moest ook kijken naar jouw rol in het grote geheel en de rol van de andere betrokkenen in het grote geheel. En doordat je dan ging kijken, oké, en mocht kijken binnen dat proces, wat heeft die stap dat jij dat enorme lijden hebt meegemaakt of veroorzaakt, want dat gaat beide kanten, wat heeft dat dan uiteindelijk jou als ziel en de mensheid gebracht? Of die regio? En dan moest je soms echt wel verder in de tijd doorgaan. En soms misschien wel meerdere eeuwen, voordat je bij een kantelpunt kwam. Die zeggen, oké, daar kwam voor mij een kantelpunt in deze problematiek. Dat ik het een probleem al de eerste doorbraak heb gemaakt op weg naar vandaag, zeg maar, om het te doorbreken. En de persoon die je was in die leven, hebben dan ook bedankt en voor de rol en dat het de doorbraak heeft gemaakt. Dank je wel. En dank je wel dat je dit hebt gedaan. Want nu kan ik mijzelf meer vergeven. Ik als zijnde diegene in die andere leven. Mezelf eindelijk gaan vergeven. Dus die hele reis door de tijd en dat reis in de contexten was nodig om jou de stap te laten maken dat je jezelf kunt vergeven. Dat je deze rol nodig had, dat je deze ervaring nodig had om te kunnen groeien in het grotere geheel. En je hebt dus jezelf vergeven voor de rol die je moest gaan spelen. En je hebt de ander vergeven voor de rol die heeft gespeeld. Of de anderen. En die stap, dat was zo zwaar. Daar hebben we echt doorheen moeten werken en doen. Maar daarna was er een verlichting en dergelijke. En kon je dus weer omhoog vliegen naar de tijd. En dan daar kon je zien dat er nog meer lichtpunten in die hele lijn veel meer waren verdwenen of waren opgelost. En dat er nog maar enkele andere lichtpunten over waren gebleven. En die andere punten waren zulke peanuts vergeleken met wat we hadden doorlopen. Dat het daarna eigenlijk in een vloek en een zucht was gedaan. Ik kon eigenlijk in een versneltreinvaart die stappen doorlopen met die dingen. He, een paar minuten hier, een paar minuten voor dat leven, een paar minuten voor dat leven. Het hoefde niet meer zo'n lange tijd, niet meer zo intens. En dat ging een versnelling. En zo zijn we dat van meerdere punten doorgegaan. Totdat het voor vandaag genoeg was. En toen zijn we weer teruggekomen naar het nu. En mocht je weer cirkelen boven het nu. En nu ben ik even de tijd even kwijt, dat er al zoveel tijd is tussen al die stappen. En toen kwam je dus weer in het nu. En toen mocht je gaan cirkelen en opnieuw gaan bevestigen. Dus wat je meer nu wou gaan neerzetten voor de toekomst, waar je naartoe wou gaan. En om dat te bevestigen, mochten we als Connor gewoon nog echt even vliegen eigenlijk weer over die aarde als vogelvlucht. Alsof de aarde onder ons weer zodanig verkleind was dat je eigenlijk met gemak er overheen kon vliegen. En daarna zoomden we weer in en konden we er over hele mooie gebieden, weet je, over bergen, over bossen, over zeeën, rivieren. In een vogelvlucht, in een sneltreinvaart ging dat onder ons langs. Maar eigenlijk duurde aan de ene kant duurde het uren en in de realiteit. Als je het op de menselijke klok zou kijken, van nu was het maar minuten. Maar zo gingen we toch wel die reis maken om die ervaring op te doen van het genieten wat we wilden meenemen voor de toekomst. En konden we eigenlijk over die lijnen gaan vliegen. En is dus gevraagd op die momenten van, joh, lieverd, al die punten waar ik nu niet meer per se hoef te doorlopen, die ik nu op een andere manier kan doorlopen in de tijd,
dat ik niet sommige mensen niet meer hoef te ontmoeten, omdat ik eigenlijk de essentie van de blokkade wel heb gehad. Dan zou het echt alleen maar willen zijn van eigenlijk een ego-stukje, maar dan het ego-stukje van de ziel. Dat je met iedere persoon het dan moet zeggen, oh sorry, sorry, sorry. Dat kan ook gewoon over die tijdlijn worden verspreid. En dat hebben we dus gedaan. En in plaats daarvan is er voor zowel jouzelf als die anderen die betrokken waren in die contrastmomenten die je eigenlijk had gezegd voor de toekomst op, is dat verbroken en is er gevraagd om voor passende alternatieven te komen. Dus dat er dan andere mensen op het pad komen, jouw pad komen en op het pad van die ander. Waardoor ieder toch de lessen kan leren die hij nu wil gaan. Jij dus die fijnere lessen met mensen die ook net zoals jij wel succesvol zijn geweest in de groei. Die wel op jouw niveau zijn, zodat ze passend zijn bij waar je nu staat. En niet dat je nog weer de zoveelste invalshoek hoeft te pakken van een situatie. Terwijl je echt wel de les hebt begrepen. Kijk, je bent ook al geslaagd als je een toets doet met een 7. Of je kunt gaan voor perfectionisme met een 10. En echt iedere stipje, aspectje, lichtval doen. Maar als dat niks in verhoudingsgewijs niet voldoende toevoegt aan jou als groei, als mens en ziel. Dan kun je dat pad wel wandelen. Maar dan kun je beter paden gaan wandelen die jou weer helpen doorstijgen. Daar hebben wij veel meer. En daar heeft de aarde meer aan. Daar zijn we veel meer dienstbaar. Niet alleen naar onszelf, maar ook naar de aarde. En ook naar anderen. Want hè, misschien heb je net als ik meegemaakt dat mensen achterbleven in hun groei. Dat ze zo ontsteeg. Terwijl er eigenlijk nog wel dingen te doen waren met sommige mensen. Maar dat je op het moment dat je ze ontmoette, dat je niet gelijkwaardig was. En daardoor die les niet kon leren op de wijze zoals het bedoeld was. Omdat die ander er nog niet aan toe was. En voor sommige mensen zal het zijn dat jij je groei niet hebt gepakt in de mate zoals die ander het heeft gedaan. Waardoor jij niet op het niveau zit van die ander. Dus als we daarvoor nieuwe kansen creëren, ieder met andere gelijkwaardige aantrekkingspunten, zodat we die lessen zo optimaal mogelijk kunnen doen. En dat is dus in die laatste fase afgerond. En daarmee kwam deze healing ten einde. Ja, en wat kun je daar nou van merken? Ik denk voor sommigen een stuk rust, voor sommigen een stuk moeheid. Ik ervaar al de hele dag toch een stuk moeheid. Al voor de healing uit, maar ik maak soms stappen al voor een healing plaatsvindt. Dus het kan zijn dat je je in één keer moe voelt en wat loom. Is niet erg, dat is gewoon het uitwerken van die zwaarte die je met je mee hebt gedragen, van die beladenheid van die emoties. Die kunnen zich nog een weg naar buiten vinden. Belangrijk is dus dat je goed drinkt. Mag water zijn, mag ook andere dingen, maar zorg in ieder geval ook dat je tussendoor water pakt. En hydrateer jezelf goed. Verder is het ook fijn als je de komende dag het weer is lekker. Dat je toch inderdaad die wandeling gemaakt. Dat je er toch af en toe even echt naar buiten gaat. En die zon pakt en even geniet. Echt even die kleine momentjes voor jezelf pakken. En het hoeft niet lang te zijn. Het kan ook even als je bijvoorbeeld aan het werk bent. Dus twee taken door even je ogen sluiten. Even wegdromen en daarna ben je er weer. Zo kort hoeft het maar te zijn. Maar pak die momentjes van zelfzorg. Ga ermee aan de slag. En mocht jij naar aanleiding van jouw situatie nog vragen hebben, stel ze dan. De kortingsbon komt morgenochtend. Dus wacht die rustig af. Dat komt vanzelf. Dat gaat helemaal goed. En ik hoop je graag te zien bij je volgende healing weer. Dankjewel. Daag!